Hoi allemaal, het is vandaag tijd voor mijn jaarlijkse kersttutorial. Uiteraard ook dit jaar weer een kersttutorial, hoe kan het ook anders. En ik heb er super veel zin in. Ik heb mijn haar net gewassen, dus dat zit in ieder geval niet. Dus dat is fijn. Dus dat ga ik even vast doen. Ik heb een sfeerverlichting achter me. Ik ben alleen thuis, behalve met Middens. Daarom staat de deur op een kiertje, want die wist niet zo goed of ze naar binnen wilde of niet. Maar we kunnen er gewoon voor gaan. Hoppatee. Ik heb al dagcreme op mijn gezicht en that's it. Dus we gaan gewoon beginnen met primer. En dat is deze van Laura Mercier, de Foundation Primer Radiance. Ik gebruik al heel lang, zo te voelen is hij ook bijna op. Hier gebruik ik een beetje van als mooie basis. Zodat straks de make-up beter blijft zitten. Ik gebruik zoals gewoonlijk mijn schermpje weer deels als spiegel, dus... Sorry als ik er wat vaker naar kijk. En dan is het tijd voor foundation. En omdat ik nu wat lichte huid heb, ga ik voor deze. Dit is de Guerlain Lingerie de Peau Beauty Booster. Ik heb hier de kleur Light volgens mij van. Ja, 2 Light. Hij is wel nog iets te licht voor mij, dus ik doe er nog een klein druppeltje van deze bij. Dit is de Body Shop Honey Bronze. Dit zijn de Drops of Sun. En dit samen maakt nu de ideale kleur voor mij. En ik vind het wel leuk om met kerst iets dekkender een foundation te doen. Ik twijfel nog heel erg over mijn Too Faced Born Is Way foundation, want die vind ik echt prachtig. Maar die is gewoon nu net iets te donker voor mij. En ik heb niet echt iets om het echt lichter te maken, dan moet ik het toch weer gaan mengen. Dus ik dacht, nou, we gaan gewoon voor deze. Maar die vind ik echt, dat is echt een super mooie dekkende foundation. En deze is iets minder dekkend, maar desalniettemin super mooi. Dus we gaan voor deze. En die breng ik aan op mijn gezicht. En ik doe dat eigenlijk altijd met mijn handen aanbrengen, zoals je misschien al van me gewend bent. Ik moet eerlijk zeggen dat ik had bedacht dat ik het met de Beauty Blender zou gaan doen, omdat ik al niet zo vieze handen had. Maar nu moet ik toch zo even mijn handen gaan wassen. Ik denk dat ik hem wel even afmaak met de Beauty Blender. Dit is de Real Techniques Beauty Blender trouwens. Ik denk dat hoor ik nou tikken, maar dat, als ik zo zit dan tik ik tegen die lichtjes achter me aan. Als dat goed ingetrokken is, ga ik voor concealer. En dit is de Bourjois Radiance Refill in de kleur 01 Ivory. En die is nu perfect voor mij. Hij was eerder een beetje te licht. Maar nu is hij top. En deze vind ik heel fijn. Voor onder mijn ogen. Oh, met deze is er al. En uiteraard ga ik met kerst voor iets meer make-up dan normaal. Ik wilde eigenlijk bij, zoals gewoonlijk, bij de kerstboom filmen. Maar op het moment dat ik dit film, hebben wij Sinterklaas nog niet gevierd. Dus we vieren Sinterklaas wat later dan normaal dit jaar. Ook omdat Niels echt vlak bij Sinterklaas jarig is. En we dus ook zijn verjaardag nog wilden vieren. En ook omdat mijn broertje en zijn vriendinnetje niet zo heel veel data konden. Dus geheel tegen onze principes in vierden we het niet op 5 december. Maar daardoor, ik vertikt gewoon om als ik nog Sinterklaas moet vieren, om dan al de kerstboom op te zetten. Dus vandaar dat ik nog geen kerstboom heb staan. Maar daarna komt hij. Maar ik wil het eerst gewoon Sinterklaas en dan kerst. Netjes na elkaar. Dat vind ik fijn. Ik blend het ook nog even verder in met de Beauty Blender, zodat alles goed gemengd is en je niet meer allerlei rare strepen op mijn hoofd ziet staan. En op de onzuiverheden gebruik ik een beetje van de Estée Lauder Double Wear Stay in Place Flawless Wear Concealer. En ik heb hier de kleur 2C Light Medium van. En ook met deze concealer ga ik iets rianter om dan normaal. Maar nog steeds, ja, het moet wel een beetje natuurlijk blijven. Dat vind ik altijd wel mooi. Het hangt ook, vind ik altijd een beetje af van wat je gaat doen. Als je gaat eten, 's avonds versus overdag een brunch of zo, dan...
ja, ik ga 's avonds toch vaak voor iets meer make-up dan overdag. Dan is het tijd voor de wenkbrauwen. Ik gebruik de Anastasia Brow Pencil. Perfect Brow Pencil. Ja, in taupe. Wij vieren het de ene dag vieren we het met Sven's familie en de andere dag met mijn familie. En met de familie van Sven hebben we vaak, is het wel vaak overdag. En dan eten we 's avonds alleen met het gezin, zeg maar, van Sven nog. Dus dan met zijn broers en zijn ouders en zo. En aanhang. Dus ik denk dat dit jaar eigenlijk ook weer zo is. En dan met mijn familie, we vieren het eigenlijk dit jaar 2 keer. Want met mijn vaders kant vieren we het 1 week later. En met mijn moeders kant vieren we het wel gewoon met kerst. En ik had nooit zo goed wenkbrauwen en praten. Is altijd een beetje een lastige combinatie. Dan doen we het wel gewoon 's avonds. We gaan dit jaar wel wat eerder beginnen. Omdat mijn nicht en ik natuurlijk allebei een kindje hebben. En zij ook de volgende dag weer moesten werken, geloof ik. Dus nou, beginnen we gewoon wat eerder. Mijn been slaapt nu al. Maar ik vind kerst altijd super leuk. Sinterklaas is wel mijn favoriete feestdag, moet ik eerlijk bekennen. Maar dat is gewoon omdat ik gewoon, hoe wij het altijd doen, vind ik altijd heel gezellig. Maar kerst vind ik super leuk, omdat ik dan gewoon weer mijn familie zie. En die zie je ook niet elke dag. Dus dat vind ik altijd wel gezellig. En dan wordt altijd gewoon heel veel gelachen en gezellig. En ik word er altijd heel vrolijk van. En natuurlijk ook met Sven's familie. En dat is ook altijd heel gezellig en knus. En, nou ja, ik hou er wel van de feestdagen. Dan is het tijd voor poeder. En ik gebruik de Hourglass Ambient Lightening Powder in Dim Light. En daarmee zet ik het geheel. Ik ben iets minder fan van Oud en Nieuw. Omdat ik altijd dat een beetje lastig vind. Ik ben een beetje bang voor vuurwerk. Dat is punt 1. Nou, we hebben natuurlijk een kat die ook niet echt gek is op vuurwerk. Dat is 2. Nou, nu dan ook nog een baby. Dat maakt 3. En ik vind het vaak in de stad feestjes tegenvallen. Ik vind het altijd wel heel leuk om met vrienden of met mijn ouders of whatever gewoon lekker een spelletje te doen. En de cabaret te kijken en dat soort dingen. Gewoon de oudejaarsconferenzen en zo, dit is wel... Ik weet niet hoe ik gedaan heb. Ik ben bezig met bronzer. Dit is de L'Oreal Glam Bronze in de kleur 101 Harmony Blonde. Ik gebruik dit al heel lang, er zit een hele kuil in. Ik gebruik alleen voornamelijk de bronzer en niet zo goed de andere kant. Om een van de reden heb ik hem heel ambitieus aangebracht vandaag. Of lijkt het zo, dat kan ook, want het is zoals op de camera. Dat denk ik. Maar goed, dat plannen we maar goed uit. Ik ben heel benieuwd hoe jij kerst viert en oud en nieuw en of Sinterklaas leuk was. En of je ook de feestdagen heel leuk vindt of dat je er eigenlijk altijd een beetje tegenop ziet. Of gewoon geen zin in hebt of er gewoon niet aan doet. Dus laat het vooral eventjes weten. En of je het ook juist leuk vindt om je enorm op te doffen. Of dat je zegt ik vind het juist lekker om gewoon in mijn pyjama rond te lopen. Vind ik trouwens ook heel lekker. Gewoon zo'n kerstpyjama en dan... Moet ik zeggen dat ik niet eens heb, maar gewoon het gevoel van een kerstpyjama. Gewoon een lekkere onesie of zo, whatever. En dan gewoon lekker niks. Vind ik ook heerlijk. Ondertussen was ik op zoek naar mijn oogschaduwbasis. En dit is de Too Faced Shadow Insurance in Champagne. En ik wilde dit jaar voor een lekkere donkere smoky look gaan. En ik gebruik daarvoor het Stila Eyes Are The Window Shadow Palette. En dit is de Sol variant. En ik begin... Met de highlighter en die breng ik aan onder mijn wenkbrauwen en in mijn binnenste ooghoek. En dat is deze kleur en dat is light. Ik was heel erg aan het twijfelen welk palet ik zou gebruiken voor mijn kersttutorial van dit jaar. Maar ik wilde vooral in ieder geval glans, want het is gewoon... Ik wilde ook eigenlijk stiekem heel graag mijn Naked Ultimate Basics palet gebruiken, maar het is gewoon geen glans. En ik vind bij de feestdagen hoort gewoon glans. En ik wilde ook niet een palet gebruiken wat ik al eerder gebruikt had. En wel eentje waar ik altijd heel blij van word. En toen werd het deze.
Breng dit trouwens aan met de Morphe M422. Dan begin ik met de kleur mijn arcadeboog. Of ga ik eigenlijk door met de kleur mijn arcadeboog. Het is niet het fijnste palet voor op beeld. En dat is deze kleur en dat is de kleur Hard. En die ga ik gewoon in mijn arcadeboog aanbrengen. En dan kan ik straks de kleuren ook makkelijker blenden. En omdat ik wat hangende oogleden heb. Of hangende oogleden, hangend, zeg maar. Ik heb een beetje droopy eyes, zeg ik altijd. Maar hooded eyes noemen ze het in het Engels. Niet dat droopy Nederlands is, maar je snapt wat ik bedoel. Dus ik breng hem nooit echt in mijn arcadeboog, maar er net iets op aan. Waardoor, zeg maar, je oog optisch een beetje gelift wordt. Maar dat hangt natuurlijk helemaal van je oogvorm af. En ik breng hem een klein beetje richting het puntje van mijn wenkbrauw aan. En dat breng ik allemaal aan met de MAC 217. We gaan ook niet een hele ingewikkelde look doen. Ik heb er tegenwoordig ook helemaal geen tijd meer voor natuurlijk. En daarom ga ik nu in deze kleur. En dit is de kleur Peace, denk ik. Ja, ik weet nog hoe om het hier erop staat. Wacht, ik kan het zo wel zien. Nee, het is Peace. Deze kleur, een hele mooie, wat zullen we ervan zeggen, roodbruine kleur. En die breng ik aan met diezelfde kwast van Morphe. Over mijn hele bewegend ooglid. En ik hou ook altijd het binnenste gedeelte een beetje vrij. Ook vanwege dus mijn oogvorm. En dat maakt het gewoon, als ik het helemaal naar voren doe, dan krijg ik hele kleine gesloten oogjes. En dit blend ik weer met de MAC 217. Dan zorg ik dat de randen mooi in elkaar overlopen. En blenden is een kwestie van aaien en tijd, zeg maar. Het is niet een kwestie van rrr, maar gewoon even de tijd voor nemen en gewoon een beetje met die kwast heen en weer swoepen. Dan pak ik dit smudge kwastje van Sephora en dan ga ik in diezelfde kleur en die breng ik aan onder mijn oog. En dan trek ik hem ook een beetje naar boven langs mijn wimperrand. Zodat je geen stukje kaal hebt, zeg maar, hier. En ik breng hem tot ongeveer het midden aan, niet verder, want dan gaat mijn oog weer hangen. En dan pak ik datzelfde kwastje en dan ga ik in de kleur die daar net boven zit. En dat is de kleur Character. En dat is echt een hele donker paars aubergine-achtige kleur met een soort roze glans erin. En die breng ik aan langs mijn bovenste wimperrand. En het hoeft echt geen subtiel lijntje te worden. Het mag best wel een beetje lekker smoky. Dus ik breng hem ook iets naar boven toe. En eigenlijk wat ik doe is dat ik hem hier iets dikker maak en dan zeg maar wat minder dik laat aflopen. Als je begrijpt wat ik bedoel. En lekker dicht langs de wimperrand ook zorgen dat daar de kleur zit. Dat geeft die intense oogopslag. Ga ik ook een klein beetje in het buitenste gedeelte van mijn onderste wimperrand. Met het restje wat ik nog op de kwast heb, zodat het niet te zwaar wordt. En dat vervaag ik ook weer een beetje naar binnen toe. En voor het laatste beetje extra glans pak ik weer mijn Morphe kwast. En daarmee ga ik in mijn lievelingskleur van Stila. En dat is deze en dat is Kitten. En die is super shiny en die breng ik nog een beetje aan op het midden. Eigenlijk boven waar mijn pupil zit. In een soort rondje waardoor die net iets meer licht vangt. En omdat ik het gewoon een hele mooie kleur vind. Dan krul ik mijn wimpers en daarvoor gebruik ik mijn HEMA wimperkrultang. En breng ik een klein beetje van dit Urban Decay
24/7 Glide-On Eye Pencil aan in zwart. En die breng ik aan op mijn bovenste waterlijn. Dan mascara. En ik gebruik de New York Color High Definition mascara. En die vind ik best wel prima eigenlijk. En lekker budget. En ik breng geen nepwimpers aan, maar gewoon lekker veel mascara. Dan nog een laagje waterproof. De Maybelline Lash Sensational. En daar is Mittens weer. Dan is het tijd voor blush. En daarvoor gebruik ik dit prachtige palet voor de feestdagen van Becca. En daar gebruik ik deze kleur voor. En dat is Snapdragon. Met mijn Zuva Luxe Sheer Cheek Kwast. En ik ben echt gek op blush. Ik vind blush maakt of breekt look. Zie het verschil. Love it. Ik doe nu wat meer op dan normaal, uiteraard. Ik begin altijd ongeveer hier. Dus niet helemaal hier. En ik werk hem naar boven toe. Richting mijn slaap. En uiteraard is het tijd voor Lada Glow. En ik gebruik de Becca Shimmering Skin Perfector in de kleur Opal. Opaal. En die is echt mega shiny. En daarvoor gebruik ik deze fan brush van Real Techniques. Dat is altijd mooi, hè? Want het is dus nu geen kerst. En dan loop je zeg maar zo rond. Dan ga ik straks Niels ophalen bij het kinderdagverblijf. En dan denk ze echt, oké, ik weet niet wat die vrouwen... Ik ging hem brengen in mijn sportkleding. En ik kon hem halen als een soort, als ik naar een gala ga. Maar ook nog een beetje onder mijn wenkbrauwen. En dan als laatste de lippen. En daarvoor gebruik ik mijn Stradivarius lipstick in Rosewood Pink, nummertje 3. Ik weet niet wat Mits nu aan het doen is. Duikt in de Sinterklaas cadeaus, denk ik. En daaroverheen breng ik nog deze MAC Cream Sheen Gloss aan in Partial to... Dan wordt hij net wat rozer en vind ik hem net wat beter passen bij de blush en ooglook. Dan wenkbrauwgel uiteraard. En die gebruik ik al heel lang dezelfde. De L'Oreal Brow Artist Plumper in transparant. En als finishing touch de Ethos Fixing Makeup Fixing Spray. En dan zit de uiteindelijke look. Dit is mijn look voor de feestdagen. Ik ben heel benieuwd of jij ook all glammed up gaat. Of dat je iets relaxer gaat. Ik ben ook heel benieuwd of jij hebt meezitten make-uppen met deze video. Laat het vooral even weten hieronder in de comments. En ik wil je ontzettend bedanken voor het kijken. Ik zou het fantastisch vinden als je een duimpje omhoog wilt doen. Als je de video leuk vond. Of als je het zo leuk vond. Om je ook te abonneren op mijn YouTube kanaal. En dat kan door hier op de cirkel te drukken. En ik wil je heel erg bedanken nogmaals voor het kijken. En ik zie jullie snel. Doeg!